Jaarlijks bezoeken tientallen scholen uit het voortgezet onderwijs de provincie. De scholieren van MBO, HAVO en VWO vragen ons het hemd van het lijf. Wat doet een commissaris van de Koning? En wat wordt er op het provinciehuis eigenlijk gedaan? Daarvoor bestaat de Onderwijskrant, een initiatief van Provinciale Staten. En over die onderwijskrant gaat ook deze video. Het nut van deze krant is dat die informatie bevat over wat de provincie voor de burger betekent. En dat staat op een hele leuke manier beschreven. Daar staat in wat doen de Provinciale Staten, wat doet het dagelijks bestuur, het college van gedeputeerde staten, wat is de rol van de commissaris en ook wat zijn de taken van de provincie. Elke Nederlander, iedereen die in Nederland woont, zou een bepaalde kennis moeten hebben van de democratie en van de rechtsstaat. Leerlingen moeten ook iets van de maatschappij weten. Ze komen in alle situaties terecht als ze straks zijn afgestudeerd. Ze moeten gewoon een goed gesprek ook met de medeburgers en met hun klanten kunnen voeren. Ook over zaken en onderwerpen waar ze nou niet direct hun beroep voor uitoefenen. Dit zijn leerlingen van sociaal-maatschappelijke studies. Die komen cliënten tegen. Die vinden iets van de politiek. Die vinden iets van de provincie. Daar moeten ze over mee kunnen praten. Dus het is hartstikke belangrijk. En je merkt gewoon, hier begint het te leven. Zijn wij nou voor of tegen? Wij zijn voor de medestappen. Wil ik graag jullie mening daarover horen. Bedankt mevrouw voor het woord. We zijn er mee eens. De meeste mensen hebben te maken met de gemeentes. Als je een paspoort wil halen of zo, ga je naar de gemeente. Ik denk dat de jeugd ook best wel, misschien wel digitaal, de krant leest en ziet wat er landelijk allemaal gebeurt. Maar de provincie, daar heb je minder mee te maken. Dus daar weet je ook minder van. Het juiste antwoord is ja. Dat doet de provincie. Dus toch is de provincie heel belangrijk, hè? Want we hebben hele belangrijke taken. En om dat nou visueel ook te maken, want dat gebeurt in deze krant, aan de jeugd, ik denk dat dat heel belangrijk is. Wel. Dat is ook een onderwijskrant of op klassenbezoek www.prodemos.nl/noordbrabant.